De 200 beste persfoto's van het jaar 2008 zijn deze weken te zien in Eindhoven. In de hal van Kennispoort en in het hoofdgebouw van de Technische Universiteit staat de rondreizende expositie van World Press Photo opgesteld. Een unieke kans voor de Eindhovenaar om stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ik denk in eerste instantie is het voor iedereen in Eindhoven gewoon een mooie tentoonstelling om te zien wat er afgelopen jaar is gebeurd en wat de huidige staat van de persfotografie is. En ten tweede denk ik dat het heel bijzonder is dat Eindhoven in hetzelfde rijtje staat met Tokio, New York, noem alle grote wereldsteden maar op, Londen, Parijs, Moskou. En Eindhoven staat ertussen, dus in die zin is het denk ik ook heel bijzonder. De foto's vertellen allemaal een eigen verhaal. Een jury koos uit duizenden inzendingen van over de hele wereld de mooiste of meest indrukwekkende foto in verschillende categorieën. De jury ziet een foto heel kort. Hè, dus na maar 2 seconden dat die foto langskomt. En dan gaan de vingers omhoog of ze blijven naar beneden. Dat gaat heel snel. Dus je moet in een oogspringend beeld gemaakt hebben. Dat is wel een vereiste, denk ik. Ja. Het is een foto waar een verhaal achter zit. Waardoor je getriggerd raakt. Dat je vaak in eerste instantie niet meteen ziet wat er aan de hand is. Met de digitale fotografie is het mogelijk geworden om foto's op allerlei manieren te bewerken. Speelt dat een rol bij de ingezonden foto's en hoe ver mag je eigenlijk gaan? Het blijft een beetje een vaag gebied en het is iets wat in de hele persfotografie op het moment speelt. Ook bij andere wedstrijden is het elke keer weer een discussiepunt van wat mag wel en wat mag niet. Vooralsnog is dit ons criterium. Alles wat in de doka kan, mag bij ons ook. World Press Photo begon ooit in Nederland als wedstrijdje onder fotojournalisten en is inmiddels uitgegroeid tot de wereldwijde maatstaf voor persfotografen. Het is geweldig. Je krijgt echt een podium. Je krijgt enorm veel publiciteit. Je kunt je werk laten zien. In het weekend dat de prijzen worden uitgereikt, is iedereen uit de industrie is er. Dus mensen van Newsweek en Time en National Geographic. En aan die mensen kun je je werk tonen. En dat heeft voor mij heel erg uitgemaakt.